Almere City FC is klaar voor de hervatting van de Eredivisie. De ploeg van Alex Pastoor staat nog altijd op een keurige 14e plaats van de ranglijst na de overwinning op RKC van 2 weken geleden. Zaterdagavond wacht nu de uitwedstrijd tegen NEC in Nijmegen. En dus een nieuwe aflevering van Almere Divisie met de volgende onderwerpen. Almere City gaat voor 3e zege op rij. Jack de Gier verwacht stormend NEC. Nieuwe grasmat in het Jammerstadion. En hoe populair is Almere City op Urk? Maar we beginnen natuurlijk met de actualiteit. De laatste training in de aanloop naar die lastige uitwedstrijd tegen NEC. Vanmorgen zetten de Almeerders onder herfstige omstandigheden nog even de puntjes op de i. Alex Pastoor, de Interland break zit erop. Zijn jullie de afgelopen 2 weken een beetje goed doorgekomen? Nou ja en nee. We hebben, vind ik, heel goed getraind. We zijn ook even een paar dagen ieder op zich geweest, zal ik maar zeggen. We kwamen uit de wedstrijd van RKC natuurlijk met een blessure van Hamdi. Akuyobi. Hamdi Akuyobi. En op de training is daar de week erna Cheryl bijgekomen. Floranus met een enkel blessure. En Jens Schuiting is in de wedstrijd tegen Groningen, die we op woensdag gespeeld hebben, de 11e, ook geblesseerd geraakt aan de knie. Dus dat was natuurlijk niet zo prettig. Ja, al met al een ramp interlandperiode dan? Nou, een ramp, dat, ik bedoel, ik kijk naar de toestand van de wereld. Maar in sportief opzicht zeker. En alle ophef rondom Annemiek, dat heeft natuurlijk ook wat met ons allemaal gedaan. Dus het zijn allemaal dingen die weliswaar aan de ene kant bij je sportleven horen, maar waarbij aan de andere kant, vind ik, als trainer, als eindverantwoordelijke, maar ook als mens, wel eventjes moet schakelen. Ja. Ja. Op de psycholoog Annemiek Zijerveld komen we zo meteen. Nog heel even terug naar Hamdi Akuyobi, die viel uit tegen RKC. Ja. Dat zag er serieus uit. Hoe lang ben je die kwijt en wat heeft hij precies? Hij heeft knieletsel. Knieband. Hoe lang dat duurt, ja, er wordt al een schatting gemaakt. Dat zal ergens tussen de 2, 3 en 4 maanden zijn. Ja. En Cheryl Floranus kwam daar nog bovenop tijdens de training met een enkel blessure. En hoe lang ben je die kwijt? Ja, daar verwachten we 2 tot 3. Ja. Dus dat zijn pittige. En Jens heeft kruisbandletsel, dus dat is nog ernstiger. Dus die seizoen is klaar. Ja. Komen we op een ander dingetje natuurlijk, dat speelde afgelopen week. Het interview dat de clubpsycholoog Annemiek Zijerveld gaf bij de perstribune. Heeft dat jullie erg in verlegenheid gebracht? Nou, we hebben daar natuurlijk via een communiqué wat over gezegd. Annemiek heeft daar zelf wat over gezegd. Wat ik daar nog aan toe wil voegen, dat is één ding. Dat is dat, kijk, wij zijn één. En dat iemand, dat heb ik zelf natuurlijk wel eens meegemaakt, dat je verbaal iets uit de bocht vliegt. Niet slecht bedoeld, maar dat kan gebeuren. Maar wat ik daar aan wil toevoegen, en dat is nog niet naar buiten gekomen, wij zijn één. En ze neemt even een stap terug. Maar we hopen wel met z'n allen, staf en spelers, dat ze wel weer terugkomt. Ja, is dat op de eigen voorspraak, dat ze gewoon eventjes, ze is even weg bij de club? Nou, dat hebben we in goed overleg gedaan, ja, dus, met elkaar. Want nogmaals, we zijn één, dus dat overleg je ook even met elkaar. Ja. En wat betekent dat dan? Ze zit niet meer op de bank en voorlopig komt ze ook helemaal niet meer op de club. Nou, ik zou er eigenlijk niks over zeggen, maar ik heb nu de dingen gezegd die ik wilde zeggen. En dus ze zit morgen niet op de bank. Nee. Dan de wedstrijd tegen NEC, oude ploeg van jou. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Ja, zeker. Ik heb er ook, je hebt de training gezien, moeilijke omstandigheden, zeiknat. Toch wel wat frissig, zeg ik zelf. Maar de jongens die hebben er heel veel zin in. Ik heb er ook heel erg veel zin in. Ja, is het dan enorm puzzelen voor je, nu je beide wingbacks weg zijn? Nou, aan de ene kant zou je denken van wel. Aan de andere kant, wat ik net al aangaf, weet je, achter iedereen, dus ook achter mij, schuilt een mens. En ik ben veel meer begaan met hoe het nou met die jongens gaat verder, hoe het met Annemiek gaat, dan het maken van een opstelling. Dat is van al deze kwesties echt het allermakkelijkste wat er is.
Oud-Almere City-trainer Jack de Gier kent NEC als geen ander. Tijdens zijn actieve carrière speelde hij jaren in het shirt van de Nijmegenaren. En later was hij daar natuurlijk ook hoofdtrainer. Aan de vooravond van de confrontatie tussen zijn beide oud-clubs zochten we de Gier op in zijn woonplaats Diemen. Jack de Gier was van begin 2016 tot en met juli 2018 ruim 2,5 jaar trainer van Almere City. In de periode daarna was hij onder andere de eindverantwoordelijke bij NEC en Go Ahead Eagles. Afgelopen februari werd de Gier ontslagen bij zijn laatste club FC Den Bosch na de dramatische 13-0 nederlaag bij PEC Zwolle. En dus zit de Gier nu even thuis. Is het een lastige periode, zo even zonder club? Nee. Kijk, het is wel altijd zo dat als je bepaalde dingen ziet, wedstrijden ziet, dat het begint te kriebelen. Hè. Ik heb laatst bij het Brabants Dagblad een interview gehad. Ja, dat de vacatures bijvoorbeeld bij Willem II en NAC mij wel aanspraken. En dat probeer je dan in ieder geval binnen te komen. Dat is niet gelukt en natuurlijk dat kan. Voor de rest is gewoon weer kijken, om je heen kijken, maar vooral ook veel voetbal kijken. De Gier miste als trainer van Almere City in mei 2018 op een haar na promotie naar de Eredivisie. Almere City wilde destijds heel graag door met de trainer, maar de Gier tekende een 3-jarig contract bij zijn oude liefde NEC, waar hij ooit als speler furoren had gemaakt. Achteraf nooit spijt gehad van die keuze? Jawel, tuurlijk, want kijk, uiteindelijk kennen we allemaal of konden we allemaal de ambitie van Almere en ja, dat had ik ook graag willen meemaken natuurlijk, hè, de promotie naar de Eredivisie. Gelukkig is dat uiteindelijk ook gelukt. Hè, vooral de mensen die natuurlijk al jaren daarachter zitten, die verdienen dat ook. Anderzijds, ik dacht natuurlijk ook bij NEC een grote kans te maken op promotie met de club. En dat viel uiteindelijk tegen. Kijk, uiteindelijk had ik 2,5 jaar bij Almere goed gewerkt. Maar was ik nog niet klaar voor NEC. Want ja, daar moet je meteen presteren. En daar zie je ook dat de druk enorm toeneemt. Ook op clubmensen zoals ik. Op het moment dat het niet gebeurt. En wat is het? Volgens mij ben ik op 1 april ontslagen. Dat was geen grap. En was dat het gevolg van... Ja, een nederlaag met 1-0 tegen Sparta, die volgens mij kampioen werden. En een nederlaag tegen Jong Ajax en Jong AZ. Ja, dan kan het daar snel gaan met dat soort clubs. Zijn avontuur als trainer bij NEC was destijds dus geen lang leven beschoren. Toch is de Gier zijn oude club uit Nijmegen op de voet blijven volgen. En weet hij dus als geen ander wat Almere City te wachten staat zaterdagavond. Nou ja, ze gaan daar voor de overwinning. Ik denk dat NEC wat meer ervaren ploeg is, hè, op dit moment. Als ik kijk naar spelers als Nighting, Lasse Schöne, Bas Dost, hè, dan zou je zeggen, daar zit wat meer ervaring in de ploeg. Aan de andere kant, het is wisselvallig. En ik denk dat Almere wel in staat kan zijn om te profiteren van de wisselvalligheid. Zeker gezien de vorm, hè, of in ieder geval de vorm en de groei die Almere nu doormaakt, dat de mogelijkheden liggen voor Almere. Probeer zo weinig mogelijk kansen weg te geven en in de omschakeling vooral, denk ik, toe te slaan. Hè? Want ik verwacht niet dat Almere de bovenliggende partij gaat zijn. De Eredivisie is nu 8 wedstrijden onderweg en Almere City staat op een keurige 14e plaats. De Gier ziet dan ook zeker mogelijkheden op lijstbehoud voor zijn oude club. Ik zie bij Almere ziek een groei en ik denk dat Almere in staat is met de staf en de mogelijkheden die ze hebben. Met Johan Hansma, dat ze ook willen kunnen kijken naar de gerichte versterkingen. Want dat zal misschien toch ook wel nodig zijn om dadelijk in het tweede seizoen zelf, vooral misschien in de breedte, maar ook kwalitatief wat sterker te worden. Tot slot nog een prognose. Hoe denkt de Gier dat de wedstrijd tussen zijn oude clubs gaat aflopen? Voor wie ben jij nou zaterdagavond? Dat is een lastige voor mij, hè, natuurlijk. Hè. Maar goed. In principe maakt me dat niet zo heel veel uit, hoor, wie er wint. Maar gelijkspel zullen we maar houden dan. Ja. Gelijkspelletje dus zaterdag? Of een gemeen countertje van Almere. Dat zit absoluut binnen de mogelijkheden. Dan iets heel anders. U ziet het op de achtergrond. Hij ligt erin, hoor. De nieuwe grasmat in het Jammerstadion. Het valt niet direct op, maar er hebben behoorlijk wat werkzaamheden plaatsgevonden hier tijdens de afgelopen interlandperiode. De afgelopen anderhalve week is met man en macht gewerkt aan de aanleg van de nieuwe grasmat in het Jammerstadion. Naast de nieuwe mat werd er ook veldverwarming en een nieuw drainagesysteem aangelegd.
Volgende week zaterdag 28 oktober, als Almere City thuis Go Ahead Eagles ontvangt, zal de nieuwe mat officieel in gebruik worden genomen. Het is een hele operatie geweest, trots op het eindresultaat? Tot nu toe zeker. We zijn natuurlijk met de natuur bezig en de eerste wedstrijd moet het blijken, maar daar heb ik ontzettend veel vertrouwen in. En ja, we hebben de afgelopen anderhalve week, of ja, bijna twee weken, een berg werk verzet. En het resultaat ligt achter me. Ja, wat is dit voor mat? Wat zijn de specifieke eigenschappen van deze grasmat? Nou, dat is, de mat bestaat uit twee soorten gras. En dat is een veldbeemd gras en een Engels raaigras. En die heb je echt nodig om een goede zoden te krijgen in je mat. Deze mat is specifiek voor stadions gekweekt. En in Noord-Limburg. En hij is in rollen hier naartoe gebracht. En die rollen, de mat, de zoden, bestaat uit een 2,40 meter breed en een 10 tot 12 meter lang. En dat zijn dus de graszoden. Dus dat is wel iets anders dan wat je in je tuin uitrolt. Ja, in hoeverre verschilt deze nieuwe mat nou van die vorige, die helemaal op was? Nou, die vorige mat is in 2020 hier neergelegd. Het was eigenlijk bijna dezelfde. Kwalitatief durf ik het niet helemaal te zeggen. Ik heb hier iets meer, misschien nog wel iets meer vertrouwen in dan in de vorige. Maar de vorige was door het gebrek aan tijd in de zomerperiodes qua onderhoud was die eigenlijk op. Er was dus wat ik net zeg, die twee grassoorten, Engels raai en veldbeemd. Dat was grotendeels verdwenen en er was straatgras voor teruggekomen. Straatgras wortelt vrij ondiep. Dus dan krijg je vooral in de winter krijg je daar ontzettend veel schade. Dus wat afgelopen winter gebeurde, dat die eigenlijk afgelopen seizoen, in het begin van het seizoen lag er een supermat. In de winter begonnen de trainers te klagen. En aan het eind van het seizoen was die mat weer top. Ja, en dat wil je alleen niet hebben. Hoe lang gaat deze nieuwe mat nou mee voor de club? Als het onderhoud gedaan kan worden zoals wij dat voorschrijven, dan zal die een drie, vier jaar mee kunnen. Ja, deze mat, is dat nou een echt top of the bill? Is dit een mat waar andere clubs misschien Champions League voetbal op spelen? Ik denk het wel, ja. Of ik weet het wel zeker. Ja. Nou is er ook voor het eerst veldverwarming hier aangelegd in het Janmar Stadion. Dat moest omdat anders de speelkalender van Feyenoord in gevaar zou komen. In hoeverre heeft dat invloed, die veldverwarming, op de staat van de mat? Nou, op de staat van de mat niet veel. Net wat ik zeg, je kunt wel de bodemtemperatuur iets meer regelen. Dus ook dat, de groei. Maar het had wel natuurlijk behoorlijk invloed op de uitvoering van de afgelopen anderhalve week. Ja. Dus dat moest er wel eventjes tussendoor. En daar kwam bij dat er ook nog nieuwe drainage ondergelegd is. En dat was niet voorzien? Dat was in eerste instantie niet voorzien. En ook het kunstgras is nog aangepast. Het veld, het kunstgras is iets smaller gemaakt. Dus er zit ook een aanpassing van het kunstgras in. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles wacht volgende week zaterdag. Dan is die speel klaar? Nu nog niet? Ja, nee, nu nog niet. Maar er staan nog geen doelen op. Er staan nog geen lijnen op. Hij moet eigenlijk, dus dat gaan we volgende week allemaal doen. We gaan hem volgende week wedstrijd klaarmaken. En de kans dat je het van bovenaf ziet dat er banen in zitten, die is absoluut nog aanwezig. Maar dat verdwijnt binnen een 1-2 wedstrijden. Ja. En hij is prima bespeelbaar volgende week. Daar ben ik niet bang voor. De promotie naar de Eredivisie heeft de populariteit van Almere City natuurlijk een behoorlijke boost gegeven. In Almere lopen de jongens en meisjes niet alleen maar meer in Ajax-shirtjes, maar ook in de shirtjes van Almere City tegenwoordig. Maar hoe zit dat in de rest van de provincie? Is Almere City daar ook een beetje populair? Deze week peilden wij de meningen bij voetbalvereniging SV Urk. Meneer, als ik zeg Almere City, wat is dan uw eerste associatie? De associatie met Almere City is dat PSV van heeft gewonnen. Ja? Nou, volgt u ze een beetje? Een klein beetje, ja. En hoe vindt u dat ze het doen in de Eredivisie? Nou, ze doen het hartstikke goed met Alex Pastoor. Ja, ze staan boven Ajax momenteel. Ja, maar dat is ook niet moeilijk. Als ik zeg Almere City, wat zeg jij dan? Een goede voetbalploeg, denk ik. Ja? Ja. Drek. Wat zeg je? Nou, niet zo heel goed. Nee? Nee, ja, ze staan wel boven Ajax, maar het is en blijft niet zo'n hele goede ploeg. Ja, volgen jullie ze een beetje? Nee, eigenlijk niet. Ja. Ze doen het wel aardig hoor. Ze staan 14 boven Ajax dus. Ja, nou ja. We gaan het zien. Ja. Als ik zeg Almere City, wat zeg jij dan? Niks. Hoezo niet? Slechte club. Ja, maar voor het eerst dat een Flevolandse club in de Eredivisie speelt dit seizoen. Maakt dat niet trots? Nou, een beetje. Ja. Volgt u ze een beetje? Jawel, jawel. Ja. Ze zijn van onze overklassers, hè.
Nou, houden ze spelen in de Eredivisie. Ja, klopt helemaal. Weet u wie de trainer van Almere City is? Ja, dat is, ik kom even niet op zijn naam, maar een beetje zo'n bij de hand professortje wordt hier een beetje afgeschild. En, Alex? Ja, Pastoor. That's it. Kent u enkele spelers van Almere City? Nou, die ene van de Parra, die ken ik. Rajiv van La Parra? Ja, ja, die is, hij heeft eindelijk gescoord en is eindelijk op de goede weg. Ja. Nou, ze hebben de laatste twee keer natuurlijk knap gewonnen. En dat is heel netjes natuurlijk voor een club als Almere City om in de Eredivisie. Ja. Ik ben fan van SV Urk en dan af en toe dan volg ik de Eredivisie. Ja. En dan ben ik voor Feyenoord. Ja. Dus die volg ik eigenlijk iets meer dan Almere City. Ja, Feyenoord heeft Almere City laatst een pak slaag gegeven. Ja, helemaal, ja. Weet u ook wie de trainer is van Almere City FC? Ja, dat weet ik wel, Pastoor. Ja. En kent u enkele spelers? Nee, ik ken geen spelers. Nee. En wie is de trainer van Almere City? Alex Pastoor. Ja. En ken je enkele spelers ook? Ik zou het echt niet weten. Nee. Die keeper dan, Bakker. Ja. Die ken ik. Morten Bakker, dat is een goede. Een goede keeper. Ja. Ja. Ja, ik ben toch voor Ajax al mijn hele leven. Dus ja, ik vind het wel een beetje jammer. Maar ja, toch, omdat het wel dicht bij Urk is, vind ik wel mooi. Ja? Ja. Ga je ook wel eens kijken of overweeg je dat om ooit een keer naar een wedstrijd van Almere City te gaan? Nou, misschien ooit. Ja? Ja. Jij? Misschien ooit, ja. Ja? En gaan ze zich handhaven? Hoe bedoelt u? Of ze in de Eredivisie blijven dit seizoen? Nou, ik denk het zelf wel. Maar... Maakt het ook trots als Flevolander dat ze eindelijk een club hebben op het hoogste niveau? Nou, ik vind het wel leuk dat Flevoland nu eindelijk ook een club op niveau heeft. Maar het is niet zo van, wauw, zo, dat niet. Nee. Nee, want dan ga ik ook weer met mijn voorganger mee. Ik kom dan bij Urk en dat vind ik mooier eigenlijk. Dat hij op derde divisieniveau speelt. Dan Almere City op Eredivisieniveau. Ja, misschien voor Flevoland is dat mooi, maar er is maar één club en dat is Urk. Hey, maakt het ook een beetje trots als Flevolander dat we nu eindelijk een Eredivisieclub hebben? Dat ben je zeker, ja. Ja? Maar ik ben nog trots op Urk. Dat is de mooiste amateurploeg. Nou, niet zozeer trots. Ik vind het wel leuk dat zij Flevoland komen, maar wij hebben ons eigen trots hier. Dus, ja. Meer een trotse Urker dan een trotse Flevolander. Ja. Ja, voor de rest heb ik niks van Almere City, maar het is wel leuk dat een Flevolandse team Eredivisie speelt. Ja. Gaan ze zich handhaven? Ja, een bal is rond. Het zou kunnen, ik weet het niet. Ik hoop het wel. Het is leuk meegenomen en ik gun het Almere City ook wel. Dus waarom niet? Ik ben Flevolander. Allereerst Urken, maar vervolgens ook Flevolander. Dus ik hoop het. Het zou wel leuk wezen voor Flevoland dat ze voor het eerste jaar dat ze dan handhaven, dat zou mooi zijn. Ik hoop het. Ik vind het natuurlijk leuk dat ze in de Eredivisie spelen en dicht bij de deur. Dus als we een keer een Eredivisie wedstrijdje willen zien, zijn we dichtbij. Maar om nou te zeggen dat ik trots op Almere City ben, nee, absoluut niet. En tot zover deze aflevering van Almere Divisie. Volgende week vrijdag vanzelfsprekend een nieuwe aflevering online. En dan gaan we het hebben over de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Maar eerst dus zaterdagavond die lastige uitwedstrijd tegen NEC. Voor nu bedankt voor het kijken en tot volgende week.